been our best. Zo zit in Zeppelin, heb de zon weer aangezet. Trek me uit en gaap nog even, wat gaan we vandaag beleven? Zin in Zeppelin. Ik ben toch zo dol op bloemen. En ik denk dat rozen wel een van mijn lievelings zijn. Ik vind ze zo trots. Auw! Ah! Nou, ze zeggen wel eens geen roosje zonder doornen. En dat klopt ook wel. Er zitten superveel doornjes op. Maar ik kan hier wel nog een stukje. Auw! Ah! Nou, goed. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar een fena dus wel, hè? Nou, niet drie keer dus. Ah, nog een keer. Oh, klaar, ik kan geen rozen meer zien. Hey, Fena. Oh, hey, sorry. Hey. ik heb iets voor je meegenomen. Oh, wat fijn. Ik kan wel iets leuks gebruiken, want echt... Een bosje rozen, alsjeblieft. Speciaal voor jou. Zijn. Klim gauw de touwladder op, want het regent zo hard. Ik heb kinderen uitgenodigd van basisschool Kindercampus Molenpark. En zij hebben iets heel bijzonders op school. Ze hebben me beloofd om er alles over te vertellen. Dus ja, ik ben benieuwd. Geef die paraplu maar aan mij. Joh, het regent het hard hè, buiten. Nou, gelukkig zitten we binnen. Lekker droog. Kom er maar lekker bij staan. Want ik heb... iets klaargezet voor jullie. Kunnen jullie misschien zien wat dit is? Dit lijkt moestuin. Een moestuin. Ja, een moestuin. Want ik heb gehoord dat jullie moestuin-experts zijn. En want vertel eens, wat hebben jullie op school? Moestuin. Een moestuin. En lijkt deze moestuin een beetje op wat jullie op school ook hebben? Nee. Nee? Iets groter en ja, iets het is wat meer zo. Wat meer zo. Ja, een beetje. En deze stokken zijn er dan niet. Nou, ik wil hier alles van weten. Ga maar lekker zitten. Oké. Wauw. Dus jullie hebben op school een moestuin. Ja. Vertel, wat moet je daar allemaal voor doen? Je moet onkruid weghalen. Ja. Onkruid weghalen? Ja. Oh? En wat is onkruid dan? Dat is eigenlijk een plant waarvan je niet wil dat die groeit. Ah, en het onkruid, dat moet dan weg. Toch even? Ja. Dat is niet goed voor de andere planten, want die kunnen dan niet goed groeien. Nee. Ja. Hoe moet je dan zo'n plantje planten? Kunnen jullie mij helpen? Hoe doen jullie dat op school? Dan pak je zo'n zaadje. Ja. Oh, kijk eens. Hebben we een lijntje? Ik heb zaadjes. Ja. Dus je moet hier een lijntje en dan moet je daar de zaadjes in doen. Kijk eens. Zo van je kan zo een lijntje maken. Oké, je weet zo. Oké, je maakt een lijntje en wat moet je dan met de zaadjes doen? Het ligt eraan welke zaadjes je hebt. Okay. Want sommige zaadjes moet je maar eentje zo precies in het midden doen. Ja. Maar sommige moet je gewoon zo strooien. Oké. Dus het is ook belangrijk dat je weet wat je plant. Ja. Want het is niet allemaal hetzelfde. Nou, deze mogen een hele hoop, dus die mag je er wel in doen hoor. En nu, want nu liggen de zaadjes dus in het lijntje. Moet je ze dicht maken. Maar dan moet je ze zo dicht en dan begraaf je ze. Ja. En moet er dan nog water bij of hoeft dat dan niet? Wel. Ja, dat moet dan wel. Maar... Oké, nou ja, laat jij maar zien hoe je dat doet dan. Zoiets. Aha, dus niet te veel water. Niet heel veel. Want anders gaan ze dood. Want anders gaan ze dood. Nee, dan verdrinken ze een soort van. Ja, dan gaan ze... Dan is het te veel water. Ja, en daar kunnen ze niet zo goed van leven. Ik ben heel blij dat ik met jullie in gesprek ben, want jullie klinken echt als moestuinexperts. Hebben jullie voor de kids thuis misschien wat tips? Want wat als de kinderen thuis nou ook een moestuin zouden willen? Wat moeten ze dan doen? Een bak kopen. Een bak kopen? Ja, als eerst gewoon zo een bak kopen. Of gewoon kun aarde in je tuin hebben, niet alleen maar tegels. En dan doe je gewoon wat zaadjes in. En het enige wat je nog anders moet doen, is wachten. Ja, wachten. Ja. Geduld hebben heb je nodig. Echt zo simpel is het dus dan dus. Ja, heel makkelijk. Wat leuk. En dan uiteindelijk dan kan je het zelf opeten. Ja, want ik heb hier ook een paar plantjes, zoals jullie kunnen zien. Wat voor plantje denken jullie dat dit is? Munt. Dit is munt, denk ik. Ja, dat hebben jullie heel erg goed. En wat voor plantje zal dat zijn dan? Dit hier is basilicum. Hier, kijk eens, alsjeblieft. Jij er ook eentje? Hier, ruik maar.
moet je kijken. Deze vogelvilla is toch fantastisch voor vogels? Je zou maar in zo'n leuk huisje wonen. Heerlijk, in de bomen. Je bent altijd buiten en je uitzicht is gigagroen door al die blaadjes van de bomen voor je deur. Hé, daar weet ik een leuk liedje over. Een gigagroen goed lied. Kom staan en doe met me mee. Uren lezen in de zon. Zet een tent op in de tuin of op balkon. Gigagroen, gigagroen. Kom mee naar buiten, er is genoeg te doen. Kijk om je heen. We kunnen takken sjouwen, hutten bouwen. Slootjes springen, keihard zingen. Dromen met een gras springt in je mond. Van die bank af met je kont. En maak de vlinders blij. Op expeditie in het bos. Zoek de sporen van een vos. Doe een ratslag bij de koeien in de wei. Rode wangen, wilde haren. En in mijn broek een gat. Ik blijf buiten, ook al zijn mijn sokken nat. Gigagroen, gigagroen. Kom mee naar buiten. Er is genoeg te doen. Kijk om je heen. Wauw, Matthias, wat heb je allemaal meegenomen, joh? Ja, dit is top. Ik ben langs de sloot gaan lopen met een netje. Ja? En ik heb gewoon een paar keer heb ik, met dat netje ben ik door de sloot heen gegaan. En ik heb allemaal beestjes gevangen. Die beestjes? Ja, dat is het lijkt gewoon vies water. Waar zitten die dan, de beestjes? Er zitten superveel beestjes. Ik heb hier een stokje en dan ga ik het een en ander aanwijzen. Oké. Kijk, weet je bijvoorbeeld deze hele grote hier? Nou, dat kun je misschien wel zien wat dat is. Deze hier. Nou, nu je het zegt. Ja. Dat lijkt net een slak. Ja, dit is een onderwaterslak. Dus je kent de slakken wel met het huisje die je in je tuin vindt, maar deze zit dus onder water. En daar bovenop die slak zit een onderwater pissenbed. Dus je lijkt een hele hoop op de pissenbedden die je bijvoorbeeld in je kelder vindt of onder een steen. En even kijken, we hebben hier nog een bootsmannetje. Daar hebben we er meerdere van. Dat zijn echte kleine druktemakertjes. Kijk, daar gaat hij. Oh ja! En die hebben twee roeipootjes, ze hebben 6 pootjes in totaal. Het is een insect, net als een vlinder of een wesp. Ja. En de achterste van die 6 pootjes, die zijn plat. Een beetje als een roeispaan. Ja? En daarmee kunnen ze dus, kijk, door dat water heen zwemmen. Je kan het ook zien, zie je die achterste. Het lijkt net alsof ze roeien, inderdaad. Ja. En is dat ook de reden waarom ze bootsmannetjes heten? Ja, precies. Dus het is een soort bootsmannetje onder water. En dit is ook nog een hele mooie. Dit is de libellenlarve. Die libelles ken je wel, die vliegen lekker door de lucht. Die hele mooie blauwe, toch? Ja, maar dit is dus de larve ervan. Dit is eigenlijk een jonge libelle. Een babylibellen. Wat eten deze diertjes een beetje? Nou, het ligt er een beetje aan. Die bootsmannetjes bijvoorbeeld, dat zijn echte jaagdieren. Dus die eten andere kleine insectjes die in het water zweven. Dus je kunt ook best wel goed zien. Die slak die is een stuk liever. Die is geen jager, die houdt echt van algen. Dus alsof er kleine plantjes. En die raspt die dan zo met zijn tongen en zijn tandjes. Hij heeft hele kleine tandjes. Ja. Raspt die van bijvoorbeeld plantjes af of van zo'n tak. Dus eigenlijk als een slak die ook op plant leeft. Ja, die eet ook blaadjes en zo. Ja, en deze eten blaadjes onder water. Ja. Ja. Dus ja, kan ik gewoon naar beneden naar de sloot lopen en met een emmer in de sloot wat water hier naar boven? Zeker, zeker. En misschien vang je nog wel meer. Ik heb ook wel eens stekelbaarsjes gevangen. Dat zijn van die kleine stekelige visjes. Ja? Kikkervisjes heel veel, salamanders. Dit allemaal in de sloot. Dus misschien vind je nog wel veel meer dan dat ik hier in die bak heb zitten. Nou, ik ben nieuwsgierig naar. Maar daarna natuurlijk wel altijd weer teruggooien. Altijd uitzetten, ja.
Even. Ja? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schrijven. Ja, dat kan ik zien, maar waarom met een veer? Nou, dit is niet zomaar een veer, dit is een ganzenveer. Oh. En het is hartstikke leuk, want het is met Oost-Indisch inkt. Oké, mag ik het eens een keer proberen? Ja, tuurlijk, als je wil. Oké. Is het moeilijk? Nee, valt wel mee. Oké. Ja, vroeger schreven mensen dus altijd zo, hè? Met een veer. Echt? Moet je nog blazen of zo? Nee, het droogt het op. Oh ja. Ik ben wel zit gelijk een flik. Ja, nou. Ik schrijf mijn eigen naam, ja? Ja. Ja, maar het zit gelijk op mijn hand. Ja, nee, je bent ik hou het toch wel gewoon bij mijn normale pen, als je het erg vindt. Dat is beter, je bent er ook niet zo goed in. Kijk hoe lelijk. Mag ik misschien een paar veren van jou lenen? Ja, zo ga je thuis oefenen. Nou ja, ik moet namelijk altijd die touwladder bij jou erop en weer eraf. Ja. Dus ik denk, als ik nou een paar van die veren neem, kan ik misschien volgende keer vliegen daar beneden. Zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.